Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Lagere koers in de VS, waar de S&P 500 en Nasdaq 1,9% inleverden, de Dow Jones sloot 1,4% lager. De aanhoudend sterke macrocijfers doen het vertrouwen van beleggers, dat de rente minder hard kan stijgen, weer wat wankelen. Het is overigens wel opvallend dat vooral de Amerikaanse economie goed blijft draaien. De prijs van olie viel wat terug nu een reactie van Rusland op het prijsplafond vooralsnog uitblijft. Joe Biden lijkt een nieuwe tegenvaller te moeten incasseren nu de juridische weerstand toeneemt tegen zijn plannen om voor 400 miljard aan studentenleningen kwijt te schelden. Facebook ligt op ramkoers met de Amerikaanse overheid, die wil toestaan dat mediabedrijven samen optrekken. Om prijsafspraken te maken voor het delen in de opbrengst van reclameinkomsten bij bedrijven zoals Meta. En down under wordt de rente met een kwart procent verhoogd. China gaat voorzichtig door met het versoepelen van de COVID-maatregelen. Desondanks deden de Chinese beursen een stapje terug. Alleen de Nikkei wist het negatieve Amerikaanse sentiment te weerstaan en sloot fractioneel hoger. Ondertussen duiden de futures in Amsterdam eveneens op een iets lagere opening. En uit een enquête onder beleggers van website IEX blijkt dat ook in Nederland men redelijk positief is voor 2023. Een ruime meerderheid is neutraal tot positief als het gaat om de economische ontwikkeling en aandelenmarkt in het algemeen. Niet verrassend dat men grote kansen toedicht aan ASML, BC en AMG. Waar Philips, Justy TKW en Air France KLM in het verdomhoekje zitten en blijven. Bij de volgende herweging van de DAX-index is uh, Porsche de nieuwkomer en gaat haar entree maken. De Duitse index wordt daarmee nog zwaarder gewogen naar de auto-industrie. Puma moet het veld ruimen. En bij Credit Suisse kan men weer ademhalen: de noodleidende Zwitserse bank krijgt een kapitaalinjectie van 1 miljard uit saudi arabië de agenda is vandaag redelijk leeg met alleen handelsbalanscijfers uit de VS. Bij de analisten zet JP Morgan Ahold de Les op kopen, koersdoel 30. We zien JP Morgan zet Galapagos op houden, koersdoel 50. En Bank of America zet KPN op kopen. En Morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.